leuk dat je weer kijkt naar Marieke's Doe It Yourself. We hebben de vlaggetjes gehaakt. We hebben de vlaggetjes geblokt. Dus het is tijd om ze aan elkaar te haken. Wat heb je nodig om de vlaggetjes aan elkaar te haken tot een slinger? De vlaggetjes. In dit voorbeeld gebruik ik er twee, maar je kan er zoveel gebruiken als je zelf maar wil. Haaknaald. Weer haaknaald nummer 6. Schaar. Een stopnaald heb je ook nog nodig. En Yarn & Colors Epic, waarmee ook de vlaggetjes zijn gehaakt. Ik gebruik de kleur Limestone. Dan gaan we aan de slag. We maken van het draad, of in de draad, maken we een opzetlus. En beginnen we met 30 lossen. Dertig lossen. Waarom beginnen we met 30 lossen? Omdat ik het altijd handig vind om de slinger goed op te kunnen hangen en goed te kunnen bevestigen. En hier kun je nog een lusje in maken, een knoopje in maken of whatever, om de slinger op te hangen. Ja, we pakken het vlaggetje erbij. Ik vind het altijd het mooiste om de kant waar je je toer hebt afgesloten, om die als bovenkant te gebruiken. Dus dat doe ik nu ook, want hier zit dat dingetje, een halve vaste. Dan beginnen we in de rechterbovenhoek van het vlaggetje. In de losse. En dan haken we gewoon een vaste. En dat gaan we eigenlijk in alle steken ook doen. Dus we haken hem vast in elke losse, in elk stokje. Dus we krijgen nu de 3 stokjes en dan haken we 3 vaste. Eén. Twee. Nu hebben we een losse, dus daar komt ook een vaste in. Dan krijgen we weer 3 stokjes, dus in elk stokje een vaste. 1, 2, 3. Weer een losse, daar komt een vaste in. Hier kom je nu natuurlijk het begin van je toer tegen, waar je de halve vaste ook in hebt gemaakt. Je maakt hier gewoon de vaste. In de derde losse, waar je de toer mee begon. Dus hetzelfde als waar je de halve vaste in hebt gemaakt, maak je gewoon een vaste. En in de volgende 2 stokjes maak je ook weer een vaste. In de volgende losse maak je een vaste. In de volgende 3 stokjes maak je een vaste. En in de laatste losse maak je ook een vaste. En kijk. Nu heb je allemaal vaste bovenaan je toer en je vlaggetje. Ik wil een beetje ruimte hebben tussen het eerste vlaggetje en het vlaggetje die ernaast komt. Dus we haken nu 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pakken we het volgende vlaggetje erbij en die haken we hetzelfde aan vast als we deze ook hebben gedaan. Dus je doet in elke losse een vaste, hier is een losse een vaste, in alle 3 de stokjes een vaste, in de losse weer een vaste, 3 stokjes een vaste, in de losse een vaste, hier ook 3 vaste, 1 vaste, 3 vaste en 1 vaste. Ik ga het natuurlijk laten zien. In de eerste losse een vaste. In de 3 stokjes allemaal een vaste. 1, 2, 3. Volgende losse een vaste. In de 3 stokjes allemaal een vaste. 1, 2,
3, de losse weer een vaste. Hier kom je weer bij de begin van je toer met de losse. Dus dan doe je je vaste in de derde losse waar je je toer mee begon. Dus hetzelfde als waar de halve vaste in zit van die toer. En dan in de twee stokjes een vaste. Deze is soms wat moeilijk in te prikken, maar dat komt goed. In de losse weer een vaste. De volgende drie stokjes allemaal een vaste. 1, 2, 3. En in de laatste losse ook een vaste. En dan heb je al het begin. Een slinger. Ga je nog vlaggetjes eraan vasthaken? Dan doe je weer 5 lossen. Dan haak je je vlaggetje eraan dezelfde manier zoals ik met deze 2 heb voorgedaan. Ben je aan het einde van je toer, dan haak je nu verder met mij mee. En dan haken we 30 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 26, 27, 28, 29, 30. Ik heb nu 30 lossen gehaakt na het laatste vlaggetje wat ik heb vastgemaakt. En nu haak ik nog 1 keer lossen. Wat we nu gaan doen, is we gaan een rij vaste terughaken. Dus over alle lossen, maar ook boven de vlaggetjes langs. En om je werk te keren moet je 1 extra losse haken. Je draait je werk om. En je moet nu goed opletten dat de losse ketting niet zit gedraaid. Want dat zou een minder mooi resultaat geven. We gaan nu 30 vaste haken. En je begint in de tweede losse vanaf de naald. Dus deze slaan we over, dus we beginnen in die. Dat is 1. En zo ga je de volgende. Zodat je ze allemaal hebt gedaan. 2. 3.26, 29, en de laatste. Dertig. En nu zijn we dus bij het vlaggetje aangekomen. En dan haken we in elke vaste 3 vaste. La, 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 la. Zo, dit is de laatste van het vlaggetje. Nu hebben we hier die tussenstukje met 5 lossen. En dan haken we weer op elke losse een vaste. Dan zijn er dus 5. 2. En 5. En dan haken we weer een vaste op elke vaste.
laatste. En dan hebben we hier weer 30 lossen. En dan gaan we weer 30 vaste ophaken. Dertig! Yay! Dus je knipt de draad weer af. En dan is het nog deze twee draadjes wegwerken. En je slingertje is klaar. In het filmpje laat ik het zien met deze twee die ik aan elkaar heb gehaakt. Maar je kan natuurlijk gewoon verder gaan. En zo alle 16 vlaggetjes nog. In mijn geval zijn het er 16. In jouw geval misschien nog wel meer. Minder, maakt natuurlijk niet uit. Maar dan kan je ze allemaal aan elkaar haken. En als je klaar bent, dan heb je gewoon een slinger. Is die niet leuk? En vrolijk en tof en gezellig en zo. Jammer dat die voor mijn verjaardag net te laat af was. Maar de volgende verjaardag, en dat is die van mijn man, dan komt die zeker toch. Die gaan we lekker ophangen de komende verjaardagen. We hebben hem nou bijna helemaal gehad. Bijna. Ja, de laatste. Dit was de speciale Marieke's Do It Yourself om een slinger te haken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal als je niks meer wil missen. En tot het volgende filmpje. Doei!